Zo kan hij er dus aan de buitenkant uitzien. Ik zie daar een fel groen. Je kan allerlei kleuren kiezen eigenlijk. Je kan hem in allerlei kleuren kan je hem kiezen met allerlei prints. We hebben hier gekozen voor een landelijk huis idee. Met, met aan de andere kant van de tent een felle print. Kunnen hem eigenlijk maken. We kunnen hem eigenlijk maken naar welk idee je eigenlijk wil. Wat zijn de mogelijkheden, Peter, als ze zo'n tent willen neerzetten? En voor welke periode kan dat? In principe leveren wij tenten waarin je met 2, 4, 6 of 8 personen kan slapen. En wij leveren hem voor een periode van, bij wijze van spreken, april tot en met september. Je kan hem huren, kopen, leasen of kopen. En je kan het ook eerst een paar weken uitproberen bijvoorbeeld? Ja hoor, als je op een gegeven moment zegt van nou, we willen het proberen. En we zijn wel geïnteresseerd, maar laten we eerst eens kijken of hoe het loopt. Dan komen we gewoon bij reële interesse. Komen we gewoon bij je kijken, zetten een structuur neer, zeggen we joh, ga eens een maand aan de slag. Kijken of dat er interesse voor is bij de klant en dan gaan we ermee aan de slag. En qua keukeninrichting? De keukeninrichting wat doen is wij niet. Ja, is wel mogelijk. De keukeninrichting doen wij zelf niet. Wij leveren de structuur met de bedden, eventueel met het beddengoed, tafels en stoelen. Alles op techniek, dus een keukenblokje eventueel, kunnen we wel regelen, maar dan besteden we het uit. Ja. Maar dat kan ook de huurder zelf zeg maar regelen. Ja. Oké, okay. Zullen we even naar binnen lopen? Ja, dat is prima. Middelrits. Ik krijg gelijk al een kampeergevoel bij die rits, hè, dat geluid. Wees welkom. Ja, hier zie je de mogelijkheid om in ieder geval 2 bedden erin te maken met de mogelijkheid er een lade onder te plaatsen voor wat spullen in op te slaan. Deze structuur is eventueel geschikt om tot 8 bedden in aan te brengen, maar je kan ook kiezen voor 4 bedden en bijvoorbeeld een voorstukje met een kast, een keukentje of een tafel met stoelen. Beide zijden van de tent zijn voorzien van een luifel, zodat je toch buiten eventueel droog of uit de zon kan zitten. Ja, of in de schaduw, net of, wat je precies wil. En dat is wel een inrichting die je dan ergens anders voor kan zorgen. Precies, dat is een keuze. Ja. Deze inrichting hebben wij standaard op voorraad. Wat ik net al zei, de keuken en keukenblokjes, daar doen we eigenlijk zelf niks mee. Dat zouden we gewoon eens kunnen bekijken.